In Europa is Schotland ongetwijfeld een van de meest populaire jachtbestemmingen. Honderden Nederlanders en Vlamingen steken elk jaar de plas over om er te jagen of te vissen. Vermoed wordt dat in het noorden van de UK de jacht- en visvangst goed is voor het grootste aandeel van het toerisme. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de Schotten leven van en voor de jacht- en sportvisserij. Ze benaderen elke gunman steeds respectvol en geven hem overal en altijd een warm onthaal. Schotland spreekt tot de verbeelding. De Lochs en Highlands zijn van een ongekende schoonheid en de natuur heeft er altijd de bovenhand. In de bodemloze vlakte is het wildlife overal aanwezig. Grof wildjagers hebben er op ree en edelhert tal van mogelijkheden. Ook het sikahert komt er veelvuldig voor. De kleinwildjagers worden dan weer verwend met fazantenjachten, waarbij de spectaculaire highbirds elke jager hartkloppingen bezorgen. Samen met de drijfjacht op grouse zijn dit dé soort jachtpartijen waarvoor jagers diep in de geldbeugel moeten tasten. Maar jagen in Schotland hoeft niet per se duur te zijn. Voor de jagers die kwantiteit minder belangrijk vinden, zijn fazanten- en hazenjachten voor de voet en duiven- en ganzenjachten erg mooie alternatieven. Onze cameraploeg volgt Wim van Remortel en Niels, een van zijn klanten, tijdens een try-out op een van deze democratisch geprijsde kleinwildjachten. Beste taxi! Het is heel vroeg in de morgen als we op post zijn. Dat moet, want we moeten klaar zijn voor de ganzen straks hun voedselvluchten naar de graanstoppel starten. Ganzen overnachten op het water van de Firths. Dit zijn grote baaien waar de zee tot diep in het land doordringt. Firths vormen veilige verzamelplaatsen voor vaak duizenden overwinterende ganzen. Het gaat vandaag voornamelijk om kleine rietganzen die de Engelsen pink-footed goose noemen. We vinden ze ook bij ons in Vlaanderen. Zowat 40.000 vogels, dat is bijna 90% van de populatie uit Spitsbergen, komen overwinteren in de oostkustpolders bij Blankenbergen. Maar in Schotland zijn er dan weer broedvogels uit IJsland en Groenland. Kleine rietganzen zijn een stukje kleiner dan koolganzen en hebben een heel typisch geluid. De kleine bekjes en de roze poten zijn goede kenmerken. En in de vlucht zijn de donkere koppen en de grijze voorvleugels goed te zien. Bij ons in Nederland en Vlaanderen is deze soort beschermd, maar hier in Schotland wordt er sinds mensenheugenis op gejaagd. Intussen zijn de jagers druk in de weer om hun plastieke lokvogels te plaatsen. De bedoeling van deze decoys is de nieuwsgierigheid van overvliegende ganzen te wekken, zodat ze lager gaan vliegen en zo binnen schot komen. Een groep Franse jagers kiest ervoor om vlakbij de Firth post te vatten. Maar Wim en Niels besluiten om zich af te zonderen en de andere kant van de heuvel op te zoeken. Zij nemen wat meer tijd om een lokganzen uit te zetten en vormen een patroon zoals je bij een duivenjacht doet. Nu is het tijd om een schuilhut op te zetten. Een groot woord voor een kluwen van dorre takjes en hooi dat hen straks aan het zicht onttrekt. Camouflage is bij dit soort jacht van groot belang en als jager moet je volledig opgaan in en één worden met de omgeving. Daarom is een goede achtergrond van groot belang, zodat het menselijk silhouet vervalt. Een weidemuurtje is hiervoor uitermate geschikt. Samen met de nabijgelegen stad Edinburgh ontwaken ook de ganzen. Ze beginnen nerveus aan hun eerste korte vlucht. Het geluid van de ontwakende watervogels is oorverdovend. Het maakt de Franse jagers blijkbaar zenuwachtig, want nauwelijks binnen schot wordt een hels salvo schoten afgevuurd. Bij deze jacht is het namelijk zo dat het eerste schot slechts wordt gelost wanneer de vogels binnen een respectabele afstand genaderd zijn. Door te vroeg te vuren verspeel je niet alleen je eigen kansen, maar ook die van je collega-jagers. Bij Wim en Niels gaat het er heel anders aan toe. Zij wachten zorgvuldig af.
Ze weten perfect dat er bij dergelijke jacht tijd zat is. De aanvliegende ganzen zijn immers van ver zichtbaar. En eenmaal de vogels dicht genoeg zijn, kijken beide jagers ze niet meer aan, maar verbergen ze hun gelaat. Op een afgesproken teken richten ze hun wapens en vuren ze af. Deze tactiek blijkt succesvol en zowel Wim als Niels strekken een gans. Maar beide zijn ervaren en weten dat het succes van korte duur zal zijn. De eerste vluchten zijn nog binnen bereik, maar dan gaan de vogels hoger vliegen. Een sterke wind is eigenlijk een vereiste voor een succesvolle ganzenjacht. En vandaag is het windstil. Bij het ophalen van de vogels is er tijd om deze bijzondere ganzen even van dichtbij te bekijken. Het korte, tweekleurige snaveltje is kenmerkend. En aan de kleur van de poten is nu duidelijk te zien waarom deze kleine rietgans in het Engels pink-footed heet. Beide jagers willen nu hun kostbare tijd niet verder verspillen aan vogels die toch onbereikbaar blijven. Het is nog vroeg in de morgen en daarom besluiten ze te switchen naar een walk-up op fazanten. Het prachtige weer is immers ideaal voor een jachtpartijtje voor de voet. Maar dat is voor een volgende keer. Een van de troeven van het jagen op klein wild in Schotland is de diversiteit. Als jager kan je je aanpassen aan de weersomstandigheden en uitzoeken welke jacht op welk moment het meest succesvol is. Jagen in Schotland biedt dus heel wat mogelijkheden. En niet te vergeten, na een dag vol hard labeur en fantastische momenten, is er natuurlijk ook nog altijd de plaatselijke pub.